Eén huis spant de Tricht. De woning van de huisarts en zijn vrouw. De wachtkamer, de spreekkamer en het woonhuis staan vol Sinterklaasversiering. En dat wordt gewaardeerd door de patiënten. God, uh, zeg maar, ja, je mag niet zo zeggen, misschien zo, maar je plezier naar de dokter. Het zegt natuurlijk ook iets over de dokter en zijn vrouwen. Want het heeft natuurlijk te maken met gezelligheid. Het zijn gezellige mensen en ze leven met de patiënten mee. Maar eind december gaat de dokter met pensioen. En dat betekent dat het de laatste keer is dat zijn vrouw het huis omtovert tot Sinterklaasparadijs. Hij is 66 plus en hij heeft er absoluut geen ekel aan, maar uh, ja, uh, er komt een tijd van komen en gaan. Een iemand die heel veel ervaring heeft met komen en gaan mag natuurlijk niet ontbreken. Het is jammer dat hij ermee stopt. Ik denk dat alle mensen in de en omgeving echt gaan missen.